35 kilometer. Dag, daar ben ik weer. Dag! En open Corsa. Ah, de eerste Corsaatjes. Nou, kijk eens, helemaal wit. Even mooie wieltjes gespoten. Heb ik gedaan. En dat is wit. Wind zwaai even naar de mensen. Hey. Dag! Kom helemaal uit Almere. Kun je nagaan. Almere. Nou, we hebben witte rook. Nou, dat is een nieuwe paus gekozen. Maar ja, paus heeft meer tijd voor zijn kindertjes, zegt hij wel eens. Maar goed, ik ga even een stukje rijden, omdat ik ga weer snel praten. Je moet wat rustiger praten. Wim, hou vast. Ik hou vast. Oh. Ik ben je cameraman. Ja. Nou, dan zie je dus hier een knopje. Weet je, een knopje. Ja, er zit een online knopje naast. Ja, dus... Hoor je? Dat is niet te doen, hè. Nou, gaan we even rijden. Nou, het mooie van deze auto is, het is de eerste Corsa A. En die won in 1982, 83 volgens mij zo'n beetje. Ongeveer. Dit is uit een zonder katalysator. 89, daar zijn ook de gordels achter niet verplicht. 90 werden ze pas verplicht. En die doet het ook. Of doet je kilometersnelheid? Ah, zijn kilometers het wel. Zo te zien niet. De dagteller niet. Ja, maar de rest wel. De rest wel. Nou, maar goed, een oud Corsaatje hoort er ook bij. Leuk, maar geen slechte auto. Absoluut niet. Niet. Gewoon niet. Vierbak, chokehand. Nou ja, goed. Echt primitief. En wel licht stuur, omdat er twee nieuwe bandjes onder moest. Oh ja. Nou, Wim. Ja. Dus Wim. Wim, dit is Wim. Ja. Nou, Wim, vertel wat. Hij is conducteur. Ja, ik werk op de Duitse ICE, de internationale trein, die op Frankfurt rijdt, Berlijn en Keulen. Ik heb het altijd prima naar mijn zin bij Marcel. Altijd mijn auto's bij hem in onderhoud gehad en dat blijf ik voorlopig ook gewoon doen. Ik ben heel tevreden over zijn kunsten. En ik ben toch heel blij dat het autootje weer door de APK in is en die wacht weer 2 jaar verder, hoor ik net. Ja. Tot mijn verrassing ook een beetje. Verrassing, hè? Ja. Maar ik ga proberen dit autootje wat langer rollend te houden en regelmatig bij Marcel aan te bieden om even te laten kijken of er nog dingetjes aan zitten. Autoskillservice. Precies. Ja, maar dit is gewoon echt, dat is ook best wel een geschiedenis ook weer. Winnie komt eigenlijk uit Naaldwijk. Uit Naaldwijk, ja. Klein achterweg, zei je. Ja goed, geboren. Allemaal gedoe allemaal en gescheiden en allemaal gezeik allemaal natuurlijk, dat heb je allemaal. Alleen, maar Wim is ook, weet je, ook een goed hart, weet je, warm hart. Voel je ook super groot. Blijf positief. Ja, altijd. En onder al die ellende die hij allemaal meemaakt, wat hij dan vertelt, en dat blijft gewoon natuurlijk tussen ons, want dat is juist het mooie bij ons, bij mij dan. Wat je vertelt blijft in principe ook bij mij, ja. Zo hoort het ook. En ja, ze luisterend oor. Vind ik ook heel leuk om te doen. Die auto die maakt, zeker deze, dat is oud antiek. Nou, dat kan ik met mijn ogen dicht doen. Je zal nog club bestellen. En zijn vader zit dan ook bij me. Die heet ook Wim. Hey! Zag je dat? Ja, ik denk dat ook de kracht is waarom ik hier blijf komen. Marcel heeft toch ook interesse in de mens achter de auto. Ja. En dat zie je bij heel veel grote bedrijven tegenwoordig niet. Dat is zonde. En dat is eigenlijk wel zonde, want dan laten ze, wat dat betreft, ook goed wil, laten ze daarmee liggen. Ja. Zullen we afsluiten? Ja, absoluut. Oké. Kan je eens. Dank jullie wel voor dit ritje weer.